Suriname en India hebben vanmorgen regulier overleg gehad. Dit gebeurde op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De meeting had als doel om de bilaterale relatie te versterken. De twee landen hebben onder meer met elkaar besproken op welke gebieden er samengewerkt zal worden. Minister Albert Ramdien is op een persconferentie na de meeting hierop ingegaan. Laat me heel snel zeggen dat de technische en culturele samenwerking richt zich voornamelijk op de kredietlenen die India heeft verschaft aan Suriname en hoe we daar gebruik van maken. Met name op het stuk van gezondheidszorg, medicamenten en de samenwerking op het stuk van de traditionele gezondheidszorg. U weet, in het binnenland hebben we daar enorm veel kennis over, maar ook India heeft enorm veel kennis als het gaat om Ayurveda. Wij proberen toch die connectie te maken en India heeft op dat stuk veel aangeboden, ook op het stuk van gezondheidszorg. De afspraak is dat beide ministeries nu met elkaar gaan zitten in concrete termen om die zaken uit te werken voor eind januari. Belangrijk is dat ook op een stuk van sport wordt samengewerkt. Er is een voorstelling ingediend voor een nieuw sportstadion, een voetbalstadion. En we proberen dat via een versnelde procedure gefinancierd te krijgen, zodat we zo snel mogelijk daarmee kunnen starten. Suriname heeft tijdens het overleg nadrukkelijk gevraagd om op het stuk van politiek dialoog en zaken doen veel meer samen te werken met India. Verder is aangeboden om de tweede ontmoeting tussen CARICOM staatshoofden en India in Suriname te organiseren. En er gebeuren vele zaken in de wereld waar we de steun van India kunnen gebruiken in termen van Zuid-Zuid samenwerking, waar ze ons als klein land kunnen ondersteunen, maar ook in het kader van CARICOM. En daarnaast een ander gebied waar we nadrukkelijk veel meer willen doen en de gezamenlijke raad voor het bedrijfsleven tussen beide landen zal geheractiveerd worden. Dat is op het stuk van het zaken doen, het investeren. En u weet, India heeft enorm veel ervaring op het stuk van het kleine middenbedrijf. Dus daar willen we ons ook op richten. Maar daarnaast willen we ook kijken op welke wijze we India's bedrijfsleven kunnen interesseren, met name de grote, voor het voortraject of het traject naar de aardolie-industrie in Suriname. We hebben aangeboden dat we graag de tweede ontmoeting tussen CARICOM staatshoofden en India hier willen hosten. Dat zal een enorme boost geven aan onze rol internationaal in de regionale politiek. U weet, dat is ook onderdeel van ons beleid om Suriname en Surinamers in een leidende rol te zien in internationale organisaties of in internationale vraagstukken. In dit geval gaat het om het samenwerkingsverband tussen Suriname en India. Dat was dus minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken vanmorgen op een persconferentie. Het regulier overleg tussen Suriname en India is voor de zevende keer gehouden. Ramdien zei dat dit overleg onderdeel is van het streven van de regering om de betrekkingen met andere landen te verstevigen.